Ja, hallo allemaal. Ja, ik zou zeggen eventjes van mijn kant uit. Heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering vanuit de tv-serie op muzikaal gebied. Want het schijnt dat we dus deze aflevering, dus de 20e aflevering vanuit de serie, dat we die even overnieuw moeten maken. Omdat er namelijk van de week een paar dingen gebeurd zijn wat niet echt goed gegaan is. En wat het dus is, dat vertel ik jullie straks wel. Want dat heeft ook een beetje te maken omdat we dus deze aflevering al een keer dus helemaal volledig hadden. En die wilden we toen een keer dus online zetten al van de week. Maar dat is dus een beetje verkeerd gegaan. Maar zoals ik jullie net al zei, daar kom ik zo even op terug. Dat leg ik straks wel even uit van hoe of wat. Want we gaan natuurlijk in deze aflevering ook natuurlijk weer een paar marsarrangementen krijgen. En ik moet ook even kijken of dat we dus in deze aflevering nog wat fragmentopnames gaan gebruiken van een van de verenigingen waarvan ik zelf dus nog de videoopnames heb. En dat we dus vanuit een show optreden van die vereniging daar een aantal fragmentopnames daaruit krijgen. Dan moet ik straks nog heel even kijken of dat we dat nu ook weer doen. En of dat we dan misschien dat pas weer een keer doen in een andere aflevering vanuit deze serie. Maar goed, daar kom ik zo allemaal even op terug. Want we gaan nu eventjes proberen om snel even een nieuwe aflevering op te nemen vanuit deze serie. En dit is dus al, zoals ik net al zei, de 20e aflevering vanuit de serie op muzikaal gebied. En nogmaals, allemaal van harte welkom. En bij deze natuurlijk ook heel veel plezier bij het kijken natuurlijk naar deze volgende aflevering die we dus nu gaan krijgen. Want dan gaan we nu even lekker snel beginnen met de 20e aflevering vanuit de tv-serie op muzikaal gebied. En zoals jullie weten is dat dus een nieuw programma van Video TV Culemborg. Thank you.
Ja, en dit was dan alweer een eerste arrangement die we hebben. Want natuurlijk, dit arrangement is eigenlijk een parademars. Want er zit qua muziekarrangementen zit daar ook wel wat verschil in. Zowel tussen de officiële défilé-marsen als een parademars. Er zit ook nog best wel wat verschil in. Maar dat leg ik jullie toch wel een keer uit. Maar deze mars, die jullie dus net gehoord hebben, dat was de eentje van een van de verenigingen die we kennen. En waarvan we in deze serie al een keer eerder een paar arrangementen van gehad hebben. Waarbij er natuurlijk ook een paar videoopnames erbij zitten. Althans, een aantal fragmentopnames uit een showoptreden. Want dit arrangement die ik dus net had, het is heel stom toevallig dat ik die tegenkwam. Dat was namelijk een arrangement van het showkorps DVS uit Katwijk. Daarom zei ik al, van dit korps hebben we al een paar arrangementen eerder in dit programma gehad. Maar goed, nou kom ik heel even terug waar ik dus net in het begin al het erover had. Want deze aflevering vanuit de serie die we nu dus weer krijgen opnieuw, die moeten we nu dus overnieuw proberen online te krijgen via mijn account. Omdat namelijk van de week heeft YouTube deze aflevering die wij toen al helemaal volledig klaar hadden en die we toen van de week al probeerden online te zetten, in één keer geblokkeerd om niks. En dat vind ik dus wel een beetje typisch en eigenlijk ook een beetje irritant, want dit houdt dus in dat ik dus misschien bepaalde opnames iedere keer overnieuw moet maken en natuurlijk proberen om opnieuw online te krijgen. Zonder een of andere archiefje of wat dan ook. En ik hoop dus natuurlijk dat hij deze aflevering vanuit de serie wel via mijn account online komt. En dan hoop ik dus ook natuurlijk dat het goed gaat. En niet zoals dat van de week is. Want anders dan kan het misschien zijn dat het dus erin zit dat we dus van deze serie een keer een laatste aflevering krijgen. En dan kan het misschien ook een tijdje zo zijn dat we dus vanuit Video TV Culemborg alleen dus tv-series online zetten of krijgen van andere aspecten. Wat dus in de media naar voren komt. En zeker ook natuurlijk wat het in de richting op muzikaal gebied betreft. En wat dat dus natuurlijk met het Corso hier in Tiel betreft. Maar wat dat met het Corso betreft hier in Tiel, daar kom ik ook heel even op terug. Vanwege het 60-jarig jubileum. Want dat heb ik in de vorige aflevering ook al een keer daarvan iets naar voren gehaald. En dat heeft te maken dat we dus nu gedeeltelijk ook met het Corso een hele nieuwe opzet krijgen. Vanuit de Stichting Veerstroomland. En daar heb ik ook via de mail een berichtgeving over gehad. Want dit jaar, tijdens het 60-jarig jubileum, willen ze dus niet alleen die zaterdagen dan verschillende activiteiten hebben. Zowel met Appelpop als met het Corso zelf. Maar ze willen het nu zo proberen om het op te zetten om dus over de gehele week verschillende activiteiten te krijgen. En dat willen ze dus niet alleen tijdens het 60-jarig jubileum doen, wat we dus dit jaar hebben. Maar dat willen ze dus ook, als het lukt en als het eigenlijk aanslaat, willen ze dus ieder jaar het zo gaan opzetten met het Corso, om dan dus over de hele week verschillende activiteiten te krijgen. Dus dat houdt dus in dat we dus met het Corso een iets grotere opzet gaan krijgen. Dus ik ben benieuwd. Maar natuurlijk is het wel zo dat Video TV Culemborg wel natuurlijk de normale aspecten van het Corso eruit haalt, waar dus ieder jaar een tv-item van is. Dus dat zijn dan dus de opnames met de mozaïeken, de opening van de Corsoweek en dan natuurlijk de hele volledige reportage van de wagens bij het parcours. Dus daar blijven we dus natuurlijk wel erin zitten. Goed, dan gaan we nu eventjes met dit programma verder. En dan ga ik nu even kijken welk arrangement die we nu nog naar voren halen om deze programma eigenlijk maar iets vollediger te krijgen. Dus
blijf maar lekker kijken, want dan gaan we nu dus straks weer verder met de volgende muziekarrangement. En dan zal ik straks ook even kijken welke die we gaan pakken. En dat was dus alweer een arrangement die we dus gekregen hebben. Maar dat was er dus eentje onder de klassiekers. Die we even net naar voren gehaald hebben. Want dit was eigenlijk een mars die we dus net als eerste weer kregen. Althans de tweede eigenlijk in deze aflevering. Die we ook al eens een keer in de medley ertussen hebben zitten. Want dat heb ik toen een keer bij een andere aflevering natuurlijk naar voren gehaald. Toen hebben we dus een medley gehad van een paar marsen. En daar zat deze dus ook tussen. Die we dus net als tweede gehad hebben. Maar we hebben eigenlijk toch stiekem er nog eentje opgenomen. Want we hebben dus toch nog een klassieker ertussen gehaald. Ertussenuit gehaald. Wat dus eigenlijk een beetje als derde naar voren kwam. En dat was er eigenlijk ook eentje. Die een beetje een klassieker is. En dat was een Ekelander mars. Ja, en dat is er dus ook eentje die ik zelf heel leuk en mooi vind. Maar ik denk dat jullie die ook wel kennen. Als jullie die horen. Maar goed. Ik denk dat we het nu zo gaan doen bij deze aflevering. Dat we straks eigenlijk dit programma alweer gaan afsluiten. En dat we toch maar in de volgende aflevering nog weer wat beelden erbij gaan gebruiken van een andere vereniging. Want ik wil natuurlijk eerst even kijken of dat natuurlijk deze opname van deze serie, en dus eigenlijk van de 20e aflevering vanuit deze serie, of dat die dus wel online komt via mijn account. Dus dan gaan we nu even dus de tweede of de derde marsarrangement krijgen. En dan kom ik straks bij jullie terug. Om dan dus natuurlijk het programma weer af te sluiten.
Ja, en dit was dan natuurlijk weer de derde Mars-argument, die we dan dus natuurlijk ook erbij hebben. Want ik denk dat we in deze aflevering het een keer zo doen dat we gewoon drie verschillende Mars-argumenten krijgen. En wat ik dus net al zei, kunnen we denk ik het dan beter ook zo doen dat we dan dus weer vanuit deze serie in de volgende aflevering wat opnames naar voren halen vanuit een andere corps die we hebben. Althans, laat ik het zo zeggen, waarvan we dus de beeldopnames hebben van de andere verenigingen. Want ik heb van een paar korpsen, waarvan ik dus zelf dus de individuele showoptredens heb ik toen een tijdje geleden een keer gezien dat er nog een paar verenigingen zijn waarvan wij eigenlijk nog niks naar voren gehaald hebben vanuit deze serie. En dat is misschien ook nog wel leuk om die verenigingen ook een keer erbij te halen. Dus daarom zei ik net al, het lijkt me dan dus ook handiger om dat dan dus weer een keer te doen als we dus vanuit deze serie weer de volgende uitzending hebben. Maar goed, dit was dan dus de 20e aflevering alweer vanuit de serie op muzikaal gebied. En daarbij sluit ik het dan dus nu ook af. Want ik denk dat we het nu in deze aflevering, zoals ik het al zei, een keer op een andere manier moeten doen. En dat heeft ook te maken om dus eventjes wat te controleren. Voor het geval als we dan dus deze opname dus weer via mijn account online zetten. En ook natuurlijk kijken of dat hij hem pakt. En dat we dat dus niet weer krijgen zoals we dat van de week een keer gehad hebben via YouTube. Goed, dit was dan even dan dus de 20e aflevering vanuit de serie op muzikaal gebied. En dus natuurlijk ook van mijn kant uit allemaal weer heel hartelijk bedankt voor het kijken naar deze aflevering. En ik zie jullie misschien de volgende keer nog weer terug. Als we dus weer een nieuwe aflevering hebben vanuit deze serie. En als die dus ook via YouTube online op de site kan komen. Dat die dus niet weer gelijk weggehaald wordt. Want zo op die manier komt dat dus wel een beetje naar voren. Maar goed, dat zien we dan wel. Nogmaals, dit was dan weer de 20e aflevering vanuit deze serie. Op muzikaal gebied. En allemaal heel hartelijk bedankt voor het kijken. En allemaal natuurlijk graag tot de volgende keer. En anders kan het misschien zijn dat dit de laatste aflevering is vanuit de serie. Maar dat zien we nog wel. Nogmaals bedankt allemaal. En graag tot de volgende keer. En hopelijk tot ziens.